Nou, jullie zijn net naar de lezing geweest van de Dalai Lama over compassie. Wat doe jij nou zelf in je eigen leven om dat wat hij daarover zegt toe te passen? Ik ben hier, ik wist niet heel veel over de Dalai Lama en over boeddhisme en zo voordat ik hier kwam. Maar wat hij verteld heeft, heeft me denk ik wel weer een soort van gemotiveerd en opnieuw herinnerd aan dat iedereen in essentie gewoon goed is, soort van, en dat iedereen gelijk is. En dat we met z'n allen voor deze aarde en voor alle 7 biljoen mensen moeten zorgen, zeg maar. Een beetje. En wat ik er dan precies voor doe, dat is best wel moeilijk. Maar dat je gewoon met naar iemand glimlachen op straat en zo, dat is al een goed begin in ieder geval. Ik ben communicatietrainer, verkooptrainer, managementtrainer. En dat is altijd belangrijk om in ontwikkeling te zijn en te blijven. Dus ik sta open voor allerlei nieuwe inzichten om een beter mens te worden. Zo simpel is het. En doet u ook nog iets met beoefening, meditatie of dat soort dingen? Ja, ademhalingsoefeningen doe ik met enige regelmaat. Daarin? Nee. Ja, nou ja, een heel klein beetje mindfulness. Een beetje ademhaling. Nou, het is eigenlijk geen mindfulness mogen heten, maar ademhalingsoefeningen. Ja. Even. Nou, ik mediteer bijvoorbeeld iedere dag. Dus dat is al een geweldig hulpmiddel. En wij zitten samen op een meditatiecursus die gebaseerd is op het Tibetaanse boeddhisme. En helpt het u om hier naartoe te komen en dat live mee te maken? Ik vind het wel inspirerend. Omdat de Dalai Lama een geweldige uitstraling heeft, maar daarbij ook gewoon blijft. Then how to tackle our emotion? Not faith, isn't it? Not something. As I already mentioned, the scientists also know, they say. So therefore, in our education field, from kindergarten up to university level, I think the education about inner world, emotion, how to tackle emotion, as a part of academic subject, not a religious subject. Nou, en ook heel simpel als ik in een winkel ben en eens even tegen zo'n winkelmeisje zeggen, nou werk ze nog even lekker vandaag, dat soort dingen meer weet je wel. Dus ja, je leert er wel van. En dan denk ik, nou wat jammer dat ik al niet jonger hiermee in aanraking ben gekomen, want dan had ik dingen toch anders gedaan.